Hey guys, welkom bij deze nieuwe Titi Timo video. Vandaag hebben we een pakketje. Weer al iets nieuws, hè. Een speaker. En van het merk JBL. Deze keer gaan we de Extreme 2 openen. Trouwens, er komt in de toekomst ook eentje van de Extreme 3. Ja, die staat hier verstopt. Laten we beginnen. Oké, jongens, laten we beginnen met openen. Ik heb geen schade bij mij, dus we gaan het een beetje niet al te netjes kunnen doen. Ja. Een beetje grabben. Voilà. 1. Ja, die wil je gebruiken. Deze is al in. Veel dat in. Best gelukt. Dat is weer al nog een laatste. Oké, jongens. Mai. Kijk. De doos. De Extreme 2. Look at that. Even ziek shot. We gaan het openen. Een beetje op de doos van de andere Extreme, jongens. Oud, nieuw. Bijna exact hetzelfde. Verschil? Groot verschil, hè, mensen. Dit is verschil, jongens. Ja. De Extreme 3 komt misschien na deze video online. En dit is Extreme 2. Details zijn verschillen. Die is al uitgepakt. Laten we met deze beginnen. Opening. Oh nee. Plakband. Het ruikt heel chemisch. Oh, zijn we super professioneel. Ik zie al iets erdoor. Oh, even aan de kant zetten en nog even kijken welke accessoires we erbij krijgen. Ik krijg hier een droogzakje. Stinkt. Als we het hier even openmaken. Ja, ik wil daar een beetje voorzichtig doen. Nou, dat heeft geen zin dus. Ah, zo. Zo, dan kijken. Wat gaat erin steken? Een lader. Wow. Wat een lader is, hè, jongens. Ik ken het niet, hoor. Maar wat zit hierin? Dit voelt heel zwaar aan. Dus ik kan dat hier iets heel zwaar in gaan steken. Een andere lader. Ik ben een beetje in de war, maar oké. Okay. En staat hier nog iets in? Oh! Gunmetal Edition. Ik kijk er naar uit. En voor de rest hebben we hier nog een klein dingetje dat lijkt op de... waar je Apple Watch uitkomt. Als je hem koopt. Dat zal er nu niet, maar ja, we gaan kijken. Het voelt aan als een riem of zoiets. Ja, jongens, het is voor... voor als je eraan wil hangen. Laten we gaan naar de speaker zelf. Oké, jongens, ik heb de speaker hier zelf, zoals jullie zien. Het ziet er heel goed uit. We gaan hem openmaken, laten we zeggen, hè. Like en abonneer trouwens even als jullie heel benieuwd zijn. Wow.
ziet er echt goede kwaliteit uit. Heel goed, jongens. Heel goed. Zullen we zeggen, laten we hem testen? Ja, hè. Oké, jongens. Ja, ik heb goed aan, maar jullie zien hier de box. Ik ga nu via mijn iPad gaan we ermee verbinden. En even kijken hoe goed die speelt. Maar voordat we dat doen, nog iets anders. Het touwtje. We hebben nog niet voor die dingen gekeken. Dus het heeft dus blijkbaar ook een touwtje hier. Ook met alles gespecialiseerd. Extreme 2 staat hier. Ja, het is een beetje moeilijk te zien, maar ja, het staat er. Die dingen zijn voor hier, om daarmee rond te wandelen. Aan het einde van de video ga ik dat eens doen. Hier hebben we allemaal papiertjes. Openen, hè. Tijd om te openen. Sorry voor dat geluid. Dit is een uitroepteken. Ik weet niet. Ja, oké, dat is een Chinese handleiding. Ja, dat is ook allemaal dingen. En dat is ook een handleiding. Dan hebben we nog een powerbank. Wow, met JBL opgespecialiseerd. Oh, dat lijkt echt keiziek. Oh, dan hebben we hier de andere zak, jongens. Zullen we dat openen? En die, ik denk dat we dan deze in zo hierin erin moeten steken, zo. En dan via dit in stopcontact steken en dit dan in de box steken. Oké, na al dat gehad te hebben, zullen we er proberen mee te verbinden. Oké, even naar Bluetooth gaan, dus dat is naar instellingen. Zo, zo. En dan tikken we gewoon op de aanknop. Wow. Hier staat het. JBL Extreme 2 Gunmetal. Laten we verbinden. Verbonden! Oké, laten we het eens gaan testen. Ik heb allemaal goede liedjes ervoor. En we gaan ook testen of het de party mode van deze ding werkt. Dat gaan we nog wel zien. Ja, ik hoor geluid. Het ruikt heel chemisch. Ik hoop wel dat het een goede speaker is. Ik zie een mooie bas. Oké, we gaan eens kijken naar nog een liedje. Volgend liedje, jongens. Ik weet niet hoe het noemt, maar het is raar, maar het is gewoon goede bas. Ja, wacht. Ik moet even kijken of ik moet vasthouden. Zo. Kom aan. Oké, goed. Jongens, ziet er allemaal heel goed uit. Oké, jongens. Het volgende dat we gaan testen is Party Boost. Dus laten we daar gaan. Oké, jongens. Even ogen dicht, ogen dicht. Even ogen dicht, ogen dicht. Er is een tweede bijgekomen. Tweede zelfde. Kleurverschil, maar. Weet jullie wat ik denk? Deze partyboxen hebben een modus hebben waardoor ze samen kunnen afspelen. Dat is deze knopje. Dus ik ga die aanzetten. Ja. En dan gaan we nu
Allebei tegelijk als speel op één apparaat. We gaan ze allebei recht zetten om te kijken of dat wel klopt. Als we de bas gaan zien bewegen, betekent dat ze allebei aanstaan. Ik zie ze allebei bewegen. Allebei. Allebei. Dit is de nieuwe en deze die dat we al hadden. Laten we het gaan opzetten. Doorgeschoten.